We hoorden natuurlijk dat eerst drie jongens hier waren. Nou, die waren heel enthousiast, dus die vonden dat wel heel te gek als alle spelers moesten doen. Wil je nog wat extra input van? Dus volgens mij zijn ze allemaal hier geweest. Dat wil ik wel eens horen. Ja. De transfer is bekendgemaakt. Alrighty, let's go! Yo! Wij zijn met de band hier naartoe gekomen, naar Zeist, naar de campus. Om samen het EK-anthem te schrijven met de spelers. Dus eigenlijk echt een team effort om samen die track te schrijven. En we hebben 2 dagen hier. Oh, wow. Oeh! Yeah! Yeah, baby! Oh, wow! Let's go! Hele dikke studio, al onze gear right here. Nice. Dit is speelzaam. Maar even dit. De beker uit 88. Nou, aan de plek gaat het niet liggen. We kwamen aan in een hotel, prachtige kapel, waar een studio in gebouwd werd. En we zijn eigenlijk vrij snel al begonnen met schrijven. Chef Special en ik hebben elkaar verschillende keren ontmoet. Er ontstond altijd wel een soort van ruw idee van, nou, misschien moeten we een keer wat samen doen. Toen zijn we ook echt, ik was al bijna een jaar geleden of zo, zijn we een keer samengekomen. Toen zijn we begonnen aan een liedje, dat is hem niet geworden. Maar dat is eigenlijk altijd hoe zo'n creatief proces gaat. Het is nooit een rechte lijn van, hey, ik heb een idee, kom het even inzingen, ik zet er een beat onder en klaar. Nee, het gaat eigenlijk alle kanten op. Het moet zowel voor de Chef Special fans als voor de Armin van Buuren fans een herkenbare song zijn. Ik wil die track kunnen draaien in mijn sets, maar ik wil ook dat het een plaat is die jullie als Chef Special gewoon in je normale set die jullie dan spelen, dat die daarin past. Dus dat is best wel een hoge ambitie. Er is een mogelijkheid dat we deze track gaan opsturen naar de KNVB om te kijken of we iets met het Nederlands elftal zouden kunnen doen. Guido had een heel gave piano-akkoorden naar mij gestuurd. En nou, toen ben ik natuurlijk mee aan de gang gegaan, een dikke dance drop erin gezet. En toen kwamen we eigenlijk al redelijk snel bij dat larger than life gevoel. En dat is eigenlijk ook wat we hebben meegenomen hier de campus op en waar we verder aan zijn geworden. Misschien dat we iets kunnen met die tekst larger than life, we can be larger than life. Ik denk ook dat het cool is dat het, als het ook groter dan alleen voetbal kan zijn, dat iemand die het nummer hoort, er meer in kon horen dan alleen maar een sportwedstrijd. Omdat sport ook over meer gaat dan alleen maar wat er op het veld gebeurt. Of... Ja. Dat is een goede angle. Wie komt hier te staan na dit EK, jongens? Hier Virtual, daar. Ja. Big Birds met de beker van dit jaar. Let's go. Als je hier bent, je komt het terrein op, de spelers op het trainingsveld bezig gezien. Je zit helemaal in die sfeer, dus dat maakt het eigenlijk heel makkelijk om met de juiste energie aan die track te werken. Ja, ik had net step by step, step by step, we're getting closer. Da da da, ba da da ba da, step by step, we're getting closer, born for the moment. We're gonna show we got the heart of a lion. Step by step, we're getting closer, born for the moment. We're gonna show we got the heart of a lion. We on fire right now, we can be larger than life. Ja, en dan zitten we hier en dan hebben we eigenlijk best wel een opzet voor de song. In ons hoofd kan het af zijn. Maar het belangrijkste was ook om even te horen van de spelers natuurlijk, wat ze ervan vonden. Hey man, hey, Joshua van Chef Special. Alles goed? Aangenaam. Hoi, vet dat jullie er zijn. We hebben in ieder geval een opzet gemaakt. En het idee van deze song is dat als je hem hoort, dat je het gevoel krijgt van, oké, we worden inderdaad kampioen. Weet je wel, dat is de vibe. En daarvoor hebben jullie ook nodig, jullie oren en ook jullie mening. Met jou voelen jullie dit of hebben jullie misschien ideeën over de track? Armin is er helaas niet, die zit in de sneeuw, maar die heeft wel nog even een korte videoboodschap voor ons. Zoals jullie zien sta ik in de sneeuw, ik ben namelijk bij Tomorrowland Winter in de Alpen. Afgelopen week heb ik super hard gewerkt samen met Chef Special aan een nieuwe tune voor jullie.
Ik ben echt super benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat vooral weten wat jullie willen en heel veel succes daar. Zullen we gewoon even opzetten? Ja, ja, ik ben benieuwd. Ja, en... Hit it! Hij begint lekker. Ook, hij begint echt lekker. Dat je gelijk al zo'n... Ja. Ja, je komt gelijk in die... Een feel-good vibe van, is het. Je hebt zoiets van, ja, je gaat mee. Ja, je gaat gewoon mee. Een beetje wat die... die ene tune van 2010 volgens mij, die... Nou, is het goed om te horen. Ja, echt leuk. Deze feedback is heel chill. Dit is de eerste keer dat we... Ik vind het echt heel chill. Ja, we hebben het ook nog aan niemand laten horen, weet je. Jullie zijn echt de eerste. Ja, serieus. Nou, mooi. Voelde gewoon, die gasten die voelen volgens mij deze song, die voelen ook wat wij voelen. Dus wij kijken elkaar aan en we denken van, is dit niet iets wat we mee moeten nemen in die song? Het moet gewoon een stadiongevoel zijn. Het moet gewoon iets zijn wat gewoon het hele stadion meeziet. En ik weet nog dat Josje mij zoiets zei, of dat past niet bij ons. Of ze waren niet anti, maar wij zeggen ja, je zit hier wel met een DJ, dat past sowieso niet bij jullie DNA, want Chef Special is helemaal dat niet. Dus we zijn sowieso... iets geks aan het doen, toch? Ik zei tegen Chef Special van ja, ik wil eigenlijk dat stadiongevoel in een plaat hebben. Het lijkt mij heel dope om... Voel hem aankomen. Je voelt hem aankomen, hè? Nee, we hebben hier twee mics hierboven staan. Als wij met z'n allen, en dat mixen we er gewoon in, hè? Even thee voor... Stefan de Vrijheid, hebben we gember thee met honing nodig? Oké, okay. Kom maar Jappie. 1, 2, 3, 4. Nummer 4 hoog. Keihard. Iedereen moet hier doorheen komen. Ja toch? Met z'n selectie hier in die zaal, in die kapel. Ja, dan krijg je wel echt die... Ja, toch? Als we dat met z'n allen doen. Ja. Maar dat is een energie, die ga je gewoon vangen. Snap je? En dat is... Ja, dat dan is wordt het ook heel... nog meer een soort van het nummer ook voor ons, zeg maar. Ja, toch? Ja, ja, ja. Dat je denkt van, dan hoor je een soort van jezelf. Ja, ja. 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 Door je schreeuwen, die kleedkamer. Ja. Dat bedoel ik. Ja. Toen Teun en Marten en Stefan hier hadden we eigenlijk verder geen verwachtingen of we dachten... Sowieso leuk als zij met z'n drieën komen en voor de rest zien we het wel. Het was perfect hoe het was. Vlak voordat ik ga slapen hier in dit hotel, krijg ik een appje dat de hele spelersgroep de volgende dag wil komen. Nou, dit is crazy. Dit is echt crazy. Hey, buiten de ballen? Buiten de ballen. Nee. Heel te hard. Jeetje. Heel te hard. Ja, kijk. Kijk nou! Oh, jeetje! Het feit dat het Nederlandse elftal met z'n allen binnen gaat komen en naar je song gaat luisteren. Ik bedoel, ik heb voor volle zalen gestaan. Maar ik vond dit misschien wel een van de spannendste dingen waar ik me op voor moest bereiden. Ja, en dan lopen ze op een gegeven moment binnen. Ja, en dan zie je die gasten en het zijn allemaal legends. Dan zit je dus ineens met alle spelers en die dan allemaal hier binnenkomen en kijken of ze het vet vinden. De pech wilde gewoon dat ik een boeking had in Frankrijk. Ik stond op Tomorrowland Winter. Dus ik was echt, ik baalde echt als een stekker gewoon. Mannen, heren, wat vet jullie allemaal zijn. Armin is hier ook, die kon er helaas niet bij zijn, want hij had een hele grote show. Armin, zeg even hoi tegen het Nederlands elftal over hier. We zijn allemaal hier. Toen ik die FaceTime zag, dat al die spelers daar zaten. En op een gegeven moment gaven ze dus die telefoon door. En dan zag ik gewoon al die kop van het Nederlands elftal zo. En ik lag op mijn bed in mijn hotel. Frankrijk. Zag ik gewoon al die... Jezus, Virgil van Dijk, Memphis Depay, weet ik het. Iedereen, mijn vrouw zat naast me. Zei, nou, dit is wel de vetste FaceTime die ik ooit gehad heb. We zijn hier aan een track gaan werken. En ik werd wakker met een zin in mijn hoofd. You need a spark
to start a fire. En een spark kan iets heel klein zijn, maar de fire can be huge, weet je wel. Ik wil dat deze song, als wij straks weglopen uit deze studio, dat het een spark is voor Nederland. Dat als mensen dit horen, het gevoel krijgen van ja, we can do this. We kunnen kampioen worden. Het is gewoon allemaal in de making. Dus als je ideeën hebt, wij gaan nu voor jullie spelen. Ready? Let's go. Larger than life. You ready? Step by step, we're getting closer. Born for the moment. We're gonna show we got the heart of a lion. We on fire, I see it in the stars. We can be larger than life. Can you feel it? Getting stronger. I cannot hold it back. We can be larger than life. Larger than life. I feel stronger with you by my side. It's right now. We can be larger than life. Wij willen dat deze track ook van jullie is. Wil je nog wat extra input? Kijk, we hebben hier twee mics staan. Martin en Teun. Stefan, hebben het al gedaan. Wat hebben ze gedaan? Kunnen ze nog even Nou, die kunnen dat zo even voordoen met mij. Maar hoe vet is het als we die wows dat één keer met z'n allen doen. En dan vangen we ook zo van jullie energie op die song. Ja? Let's go! Nou ja, af Jasper. 3, 4. Alright, okay. Heel leuk was is dat uiteindelijk dus het hele elftal backing vocals heeft verzorgd voor het nummer. Wat ja, wij natuurlijk ontzettend cool vonden. Dat maakt het nog meer dat het echt iets van iedereen is. Er is nog nooit een liedje opgenomen met alle spelers van het Nederlands elftal. En dat vind ik echt fucking kicken. Ja, dat vind ik echt heel kicken. Al die wows bij elkaar, al die stemmen bij elkaar, dat transformeert naar iets groters. Beter dan dat hadden we het niet kunnen dromen van tevoren. Hey, wat fucking cool dat jullie er net met z'n allen waren. Daar hadden wij helemaal niet op gerekend. Kwam het aan bij iedereen? Kijk, ik vind, en misschien de jongens ook, ik denk als je muziek luistert, dan blijft het toch vaak hangen. En hopelijk wordt het een geweldig toernooi. Dus dan zou het nummertje, als het later in je carrière of in het leven nog een keer gedraaid wordt, dat het wel terugbrengt naar succes hopen. Ja, toch? En ik denk wel dat het wel zo'n nummertje kan zijn. Dat is de droom natuurlijk. Hey, we hebben jullie net allemaal opgenomen natuurlijk. Wil je dat even terug horen? Want het klinkt namelijk veel beter dan je denkt dat het klinkt. Dit zijn jullie. Hoor je wel heel goed in. En hier is niks aan getuned. Dit is gewoon de akoestiek hier. En jullie, ik maak geen bos, man. Dit en daar. En dan komt gewoon opeens van Claire Seedorf binnen. Icoon. Ga zitten, ga zitten. Ik heb gehoord dat die gasten wel op zingen. Zij willen ook zingen, man. Dat wil ik wel eens horen. Die woos. Het was
stem? Ja, ik vond het eigenlijk wel, ja, zat passie zat in. Zat lekker in. Ja, ook niet zo slecht qua toon. Onbewerkt. Nee, heel, ja, goede energie. Goede energie. Passende woorden, pas bij de ploeg. Ja, maar, toch? Dus wanneer je echt begint te groeien en je komt dichter bij het doel, dan voel je je ook larger than life op een gegeven moment. Je voelt unbeatable. En als je dat als collectief kan voelen en kan creëren, ja, nou, dan hebben jullie een mooi steentje bijgedragen, zeker. Ja, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat wij als Nederland, we hebben één doel voor het tijdens het EK. En ja, wat je hier beschrijft, is dat gewoon zo. En iedereen heeft daar, moet daar zijn steentje bij dragen. En elke ploeg, elk team die energie voelt en krijgt. Ja. Dus hoe meer die hype gecreëerd kan worden, dat is gewoon impactful voor het team. Ja. Ja, en dat gevoel, daar gaat het om. En dat moeten we vasthouden. Dankjewel, dankjewel. Jullie hebben hard gewerkt, denk ik. Dankjewel. Ja, en dan komt daarna Koeman nog binnen met de staf, met zijn broer Erwin. Loopt het een beetje? Hier gaat alles heel goed. Ja. Joshua. Ik hoorde natuurlijk dat eerst drie jongens, nou, die waren heel enthousiast. Ja. Vandaar dat Marten ook zei van, die had het dan over het beginstukje dat ze moesten neurien. Wow, ze is echt zingen. Ze kunnen niet alleen voetballen, ze hebben echt gezongen. Oké, en dus die vonden dat wel heel te gek als ze dat niet dan ook maar gelijk met de hele groep, met alle spelers moesten doen. Ja. Dus volgens mij zijn ze allemaal hier geweest. Jullie zijn met z'n drieën, dus ik dacht, dan gaan we hem gewoon voor jullie spelen. Ja. Is dat goed? Oh, top. Super. Ja? Ga lekker zitten. We're gonna shine so bright, cause I know. We're gonna put up a fight, cause right now. Ik kijk terug op het weekend als echt een onvergetelijk weekend. Het is echt iets wat ik nog wel een paar jaar ga vertellen aan mijn kinderen. Ik zou, ja, een paar jaar, dat ga ik de rest van mijn leven vertellen. Nou, het feit dat die jongens deze song zo snel omarmen en er ook zelf iets mee konden, dat geeft mij het geloof in dat Nederland dat ook kan. En ik denk als Nederland gewoon als één man achter dit team gaat staan, dan is er niks meer onmogelijk. Dan zijn we larger than life straks. Het ultieme droom zou natuurlijk zijn dat we gewoon de finale halen en dat we die winnen. En dat ik dan met Chef Special daarbij ben, dat ze dat podium opkomen, dat we die beker omhoog houden en dat we dan echt met z'n allen larger than life zijn. Dat is de ultieme droom. En dat we dan met z'n allen dat koor zingen. Nu Europees kampioen. Ja, nu, we hebben alles gedaan. Wij hebben alles aangedaan. Nu, it's up to you guys now. Come on, let's go!